Dag nummer 6 van de Ramadan, bijna ten einde. Over een klein kwartiertje mogen we gaan eten. Misschien dat ik daar zo dadelijk nog wat foto's van laat zien. Ik had gezegd dat ik een AMA zou doen, een Ask Me Anything. Dat geldt nog steeds. Ik heb in ieder geval één vraag binnengekregen. Dat was, val je nou af tijdens de Ramadan of kom je aan? Ik persoonlijk ben eigenlijk alleen nog maar aangekomen tijdens de Ramadan. De afgelopen 2 jaar hou ik me eigenlijk veel meer bezig, ook met sporten tijdens de Ramadan, omdat ik... Dat kan gewoon, als je fysiek in orde bent, is dat goed te doen. Zolang je maar weet wat je grenzen zijn. Op die manier heb ik er in ieder geval voor gezorgd dat ik qua gewicht niet meer aankom. Echt afvallen, ja, ik weet niet of dat het is sowieso geen doel. De Ramadan is niet voor mij van, luister, ik wil daarmee gaan afvallen. Wat je wel merkt is dat je door je verschillend eetpatroon, hè, je eet echt heel erg anders, dat het wel makkelijker is om aan te komen als je niet oplet. Zeker ook als we s'avonds ook nog een keer flink wat lekkernijen binnenkrijgen. De bekende baklava's, et cetera. Dan moet je uiteraard van afblijven, want afvallen is ook 90% aan je dieet denken. Wat ook het geval is, dat je echt heel veel water moet blijven drinken. Dus ik drink sowieso s'avonds heel veel water. En dan tegen de ochtend nog eens een keer extra veel water om het een hele dag vol te houden. En al met al mogen we nog steeds van geluk spreken hier in Nederland, althans in de omgeving Eindhoven, dat het weer best meevalt. Ik had het warmer verwacht. En aankomende week zijn de weersvoorspellingen voor mij in ieder geval heel erg gunstig. Dat ze weer wat koeler worden. En 20 graden is goed te doen met Ramadan. Dus mocht je nog vragen hebben. Ik heb nog steeds een AMA-ronde. Ask me anything. Laat me in ieder geval weten wat je graag zou willen weten. En ik doe mijn best om daar antwoord op te geven. Voor zo dadelijk, eet smakelijk. Ik spreek je.